Dag dames en heren, u ziet misschien al een beetje waar ik sta. Dit is het Eindhoven Museum, wat vroeger het prehistorisch dorp heette. Sinds de fusie met het museum Kempenland is het een beetje onduidelijk wat nou precies de bedoeling en de toekomst van het museum is. Mooi moment om eens te gaan praten met de nieuwe directeur van dit museum, Bart Renne. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Renne, welkom. Eigenlijk moet ik u bedanken dat we hier mogen zijn, want we zitten bij u in het Eindhoven Museum, in de herberg. Wat gebeurt hier normaal gesproken? Nou, laat ik u op de eerste plaats ook hier welkom heten en fijn dat ik in de uitzending mag zijn. Wat hier normaal gesproken gebeurt is dat hier bezoekers een drankje en een hapje kunnen nuttigen. En we gebruiken deze locatie ook voor lezingen. En nou zijn er denk ik heel veel mensen in Eindhoven ooit wel een keer in het Eindhoven Museum geweest. Of dat heeft verschillende namen gehad in het verleden natuurlijk. Maar toch voor de mensen die dat niet helemaal zo voor de geest hebben. Wat voor museum is het Eindhoven Museum? Ik denk dat veel Eindhovenaren nog kennen onder de oude naam, prehistorisch dorp. Die gaan we overigens ook weer voor een deel gebruiken. De naam Eindhoven Museum blijft bestaan, maar wel daaronder prehistorisch dorp en stadscollectie. Omdat heel veel mensen van in hun jeugd hierheen zijn gekomen. Wat wij hier hebben zijn replica's van archeologische opgravingen. Daar hebben we gebouwen van nagemaakt. En daarin vinden allerlei educatieve programma's plaats. En ook publieksactiviteiten waarin we Eindhovenaren en ook bezoekers van buiten meenemen in hoe het leven hier 2000 jaar geleden was. Dit is onze modernste locatie hier. En die is uit de 80-jarige oorlog. Dus daar eindigt dit deel van onze collectie. Eindhoven Museum heeft nog een andere collectie. Wij zijn ontstaan uit een fusie met Museum Kempenland Eindhoven. En die collectie heeft het zwaartepunt liggen eind 19e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog. Nou, je zou kunnen zeggen het moment dat Eindhoven transformeerde van een verzameling dorpen naar echt een moderne industriestad. Die collectie heeft de afgelopen 4 jaar vooral in depot gezeten. En we zijn nu echt heel druk bezig om te zorgen dat er een hele mooie tentoonstelling gemaakt gaat worden. Komen we zo nog op terug. Want hier het museum, moet u als directeur eigenlijk ook precies weten wat alles is en hoe dat zit met die geschiedenis van Eindhoven en de prehistorie? En ik heb mij wel voorbereid. Er is ooit door de negende, een stichting Eindhoven, een kanon uitgegeven in 2009. Die heb ik met heel veel plezier gelezen en dat helpt enorm. Want dan kun je alles goed in perspectief plaatsen. Ik weet natuurlijk niet alle exacte jaartallen van alles en iedere archeologische vondst. Maar op hoofdlijnen weet ik heel goed wat zich hier afspeelde. Ja, want u bent in maart dit jaar hier naartoe gekomen. Dat klopt. Hiervoor werkte je in Utrecht. Hoeveel maakt het uit, een museum in Utrecht of een museum in Eindhoven? Of een museum waar dan ook? Dat is een goede vraag. Je ziet dat in dit deel van Nederland de dichtheid aan musea kleiner is, dus lager. Het bezoek is op zich gewoon prima, maar de museale sector is toch sterk vertegenwoordigd in de Randstad. Dat zie je bijvoorbeeld ook in fondsenaanvragen en dat soort zaken. Dat heeft soms een nadeel dat je wat verder weg zit van de Randstad. Het heeft ook een voordeel omdat je namelijk die troef uit kan spelen. Van nou jongens, kom nu eens een keer over de brug, want ook in de rest van Nederland is het belangrijk dat er cultuur is. Er zijn niet heel veel musea met eenzelfde soort collectie en verhaal als wij hier in de directe omgeving. En ja, in de Randstad is die dichtheid groter, dus heb je ook meer last van concurrentie. Dat is hier een voordeel. Ik denk zelf, ik ervaar het niet als een enorm groot verschil. Een museum is museum en je wil gewoon bezoekers binnenhalen. En of je dan in de Randstad zit of hier, maakt voor mij niet zo heel veel uit. Nee, waarom koos u eigenlijk voor om hier te komen werken? Ik heb hele mooie herinneringen aan dit museum. Toen ik 11 was, ben ik op prehistorisch kamp geweest met mijn basisschool. En ja, dat heeft een onuitwisbare indruk op mij nagelaten. Ik vond het ontzettend leuk. En toen ik de vacature zag, dacht ik, nou, dat is toch fantastisch om voor zo'n museum te mogen werken. Maar want in de Randstad wordt niet altijd begrepen dat je ervoor kiest om naar Eindhoven te gaan. Ja. Hoe werd erop gereageerd in uw omgeving? Nou, ik denk dat mensen het in de eerste plaats heel leuk vonden. Ik was hiervoor directeur van een samenwerkingsverband van 9 musea. En na 5 jaar was ik toen eigenlijk zelf een museum een keer leiding geven. Dus iedereen begreep dat ik zelf een museum zou willen leiden. En dit type museum past wel heel erg bij mij. Dus mensen zijn vooral blij. Ik merk vooral dat hier de vraag gesteld wordt. Van, goh, is het niet een stap terug vanuit de Randstad? Vanuit Utrecht
heb ik eigenlijk nooit zulke reacties gehad. En ik denk dat het eerder te maken heeft met een onterecht laag zelfbeeld hier soms, dan dat het nou per se een stap terug is. Het aloude Calimero beeld van Eindhoven. Ja, en ik denk dat het zeker voor stad als Eindhoven volstrekt onterecht is. Want wat hier gebeurt is echt heel bijzonder. En ik zie dingen gebeuren waar een stad als Utrecht heel veel van kan leren. Er kan hier heel veel, er gebeurt hier heel veel. Het is ook wel echt een mentaliteit waarin er veel wordt aangepakt. Dingen worden niet als vanzelfsprekend beschouwd. Nou, dan zie je een stad als Utrecht. Soms is het daar wat meer vanzelfsprekend hoe dingen lopen. En ik denk dat dat een groot verschil is tussen Eindhoven en sommige steden in de Randstad. Hier is denk ik ook wel het besef, zeker ook vanaf operatie Centurion, dat deze stad soms heel hard moet knokken om mee te kunnen gaan in alle bewegingen. Terwijl een stad als Utrecht ook tijdens de crisis relatief weinig heeft gemerkt daarvan. Ja, het ging iets minder snel, de groei een klein beetje krimp. Maar ja, dat ligt op zo'n plek in het land dat groei vanzelf gaat. En Eindhoven is een stad die weet dat het niet altijd vanzelf gaat en dat je dus moet knokken ervoor. Nee, want u heeft ook een verleden op het gebied van city marketing. Daar is Eindhoven natuurlijk ook actief mee bezig. Ja, zeker. Het viel me ook op dat bij het bericht over uw benoeming eigenlijk al meteen werd vermeld dat u het Eindhoven Museum meer wilt laten doen met de thema's technologie, design en kennis. Daar zou je bij een prehistorisch museum niet zo snel aan denken. Waarom heeft u daar wel meteen voor gekozen en hoe gaat u dat doen? Nou, we zijn Eindhoven Museum en als je Eindhoven Museum bent, dan vind ik dat je uiteindelijk van voor en door de stad moet worden. Dat is een belofte die wij nog voor een groot deel waar moeten maken. En je wordt pas relevant als lokaal museum op het moment dat je kan bewegen op ontwikkelingen die in de stad spelen. En zoals ik Eindhoven in de korte tijd dat ik er nu zit ken, is het een stad die vooral heel erg bezig is met morgen. Een klein beetje met vandaag en niet zo heel veel met gisteren. Maar als je naar morgen wil kijken, is het soms heel belangrijk om ook terug te gaan naar waar je vandaan kwam. Wie je bent, hoe dingen tot stand zijn gekomen. En het bijzondere van dit museum is dat we twee collecties hebben om op terug te vallen. We kunnen heel ver terug, tot de ijzertijd, de steentijd zelfs. Maar we kunnen met onze andere collectie ook terug tot de jaren 20 of eind 19e eeuw. Waarin een hele hoop dingen eigenlijk gebeurden die nu nog steeds een voedingsbodem zijn voor ontwikkeling op bijvoorbeeld Strijp S of bij de Technische Universiteit. En ik wil juist beide collecties inzetten om aan te haken op bewegingen die er zijn, waarbij wij de historische duiding kunnen verzorgen. Maar we ook samenwerking aan zullen moeten gaan met partijen die veel meer in die toekomst zitten. En dat is juist iets wat ik heel erg stimuleer in het museum, omdat dat ook een manier is om hier in de organisatie nieuwe creatieve input en ideeën van buiten binnen te krijgen. En omgekeerd wij de waarde van onze kennis en collecties ook weer in contact kunnen brengen met hedendaagse ontwikkelingen. Ik vind het wel opvallend dat u juist die collectie van het Kemperland Museum daarbij noemt om ook aan te kunnen haken bij die thema's technologie en design. Terwijl het beeld toch ook wel is dat juist de sluiting van dat museum was omdat het er maar bij bungelde, omdat ze niet mee konden komen in die hele ontwikkeling van de stad. U ziet dat juist als kroonjuweel. Ja, ik zie het als een enorme kans. Maar hebben ze het de afgelopen jaren dan zo verkeerd gezien? Ja, ik vind dat ik altijd voorzichtig moet zijn over het beleid van mijn voorgangers. Wat ik in ieder geval constateer is dat door die fusie die collectie al een hele tijd niet te zien is geweest. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Een museum is er om erfgoed te behouden, te conserveren, maar ook vooral ook te presenteren aan het publiek. We hebben geen vaste locatie. Nou, dat kan je een enorm gemis voelen, maar ik zie dat in ieder geval voor de midden- en lange termijn als een kans, omdat Eindhoven ook heel veel plekken heeft die allerlei ontwikkelingen doormaken. Van gesloten, afgeschermde terreinen een semi-publieke functie gaan krijgen of een publieke functie. En juist in die omschakeling van die gebieden kunnen wij denk ik een hele mooie rol vervullen, doordat wij culturele programmering kunnen neerzetten met de collectie. Wat zijn de locaties waar die collectie van het Kemperland Museum dan getoond kan worden? Kan ik op dit moment niks over zeggen, maar hopelijk over niet al te lange termijn wel. Wij zijn in ieder geval wel in gesprek met partijen om voor dit najaar een locatie te hebben voor de eerste tentoonstelling die we gaan openen. En dat wordt de tentoonstelling over het moderne stadsleven tussen de twee wereldoorlogen in. Want Eindhoven, ja, dat was het moment dat Eindhoven echt die hele grote verandering doormaakte. En dat doen we door die ontwikkeling te bezien door de ogen van vrouwen. Om ook een keer een wat ander beeld neer te zetten dan de koene ingenieur en de noeste arbeider. Het bijzondere vind ik dus dat we een locatie gaan vinden. Daar zijn we hard mee bezig.
die daar ook recht aan doet, aan dat verhaal. En waarbij je ook weer veel meer aan kan sluiten op wat er in die stad gaande is. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Wij kunnen op een hele mooie manier onze collectie laten zien, of een deel daarvan. En tegelijkertijd kun je een bijdrage leveren aan ja, een gebied of een ruimte in de stad die ook een andere invulling gaat krijgen. Ja, want de Steentjeskerk staat volgens mij ook nog steeds leeg. Dus dat zou ook weer kunnen. Nee, dat zou bijzonder zijn als u daarvoor gekozen had. Die ligt wat mij betreft toch te ver uit de route. Dus ik ben wel echt. Het gaat wel om een locatie die wat meer in het centrum ligt. Omdat je natuurlijk ook de opgave hebt dat je met een nieuw product, een tentoonstelling, ook een ander publiek. Dat publiek moet trekken. Ja, dan helpt het wel als je een beetje in de looproutes ligt. Ja, maar is het daarbij lastig om daar dan partners voor te vinden? Want die zullen het Eindhoven Museum ook niet zien als een partij die nou sowieso niet hip is en niet technologie en design uitstraalt. Dus ja, wat moeten we daar dan mee? Ja, nou, dat is iets wat ik ook soms wel hoor. Aan de andere kant heb ik vaak ook een antwoord klaar. Nou, kom eens kijken naar onze collectie. Want wij hebben een heel aantal dingen liggen die ook voor nu heel relevant zijn. Dus mijn eerste antwoord is altijd dat ik mensen uitnodig om gewoon het depot met mij te bezoeken. En dan staat ook op korte termijn een aantal afspraken gepland met mensen. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Maar ik denk dat wij een hele hoop bijzondere mooie verhalen te vertellen hebben die ook nu nog relevant zijn en ook een verbinding kunnen leggen tussen ontwikkelingen die nu in Eindhoven spelen. Dus dat is wat in die korte tijd dat ik hier zit al mee bezig ben. Tegelijkertijd vind ik de gemeente Eindhoven heel constructief in de gesprekken die wij voeren en ook het steunen, helpen, faciliteren in die opgave. We hebben het gedeelde belang dat we alle twee vinden dat we die collectie moeten laten zien. Nou, dat helpt enorm. En mijn ervaringen tot nu toe zijn hier met de gemeente Eindhoven dat het hele constructieve, plezierige gesprekken zijn. En als citymarketeer heb ik natuurlijk heel veel gemeentes geholpen de afgelopen jaren. Ik ben op veel plekken geweest. Ik ken veel gemeentes van binnen redelijk. Dat is niet overal vanzelfsprekend. Er zijn ook steden in Nederland waarin dat gewoon stroperig gaat. En ja, ik zit hier nog niet zo lang dat je direct enorme resultaten kan boeken in 3 maanden tijd. Maar ik heb wel het gevoel dat we de goede weg op gaan. Vindt u het niet lastig om daarbij dan ook eigenlijk u te moeten schikken naar de prioriteiten die anderen in het kader van de city marketing al gesteld hebben? Zoals die keuze voor technologie en design? Nee, want wij hoeven natuurlijk niet altijd alleen maar on brand zeg maar, mee te doen. We hebben ook andere verhalen. Maar het gaat erom dat je de essentie van die discussies en die gesprekken die daarover gaan en de kant die Eindhoven opgaan, dat je daar wel actief je op begeeft en over nadenkt. En je kan daar ook je rug naartoe keren, maar feitelijk maak je het jezelf dan ook heel lastig om verbindingen aan te gaan. Ik ben gewend om breed te denken. Ik denk altijd meer vanuit een stadsblik dan echt vanuit geïsoleerde hokjes. En dat maakt het voor mij helemaal niet ingewikkeld om de positie van het Eindhoven Museum in die richting te zien. En op een aantal onderwerpen kunnen wij misschien minder hard mee. Maar er zijn echt een aantal onderwerpen waar we wel degelijk wat mee kunnen. Pak design bijvoorbeeld. Ja, design is niet iets van de afgelopen 50 jaar. Zolang mensen voorwerpen maken, is er eigenlijk sprake van het vormgeven, designersdingen. Nou, wat heel leuk om te doen. Zou je hier in het prehistorisch dorp ook meer moeten benadrukken dat de eerste apparaat om vuur te maken of om ijzer te smeden, dat daar ook al sprake was van design? Ja, je krijgt natuurlijk hele specifieke discussies, wat is design en wat niet. Maar wat je wel kan laten zien, is dat een aantal technieken die nu nog gebruikt worden, er toen ook al waren. Een hele mooie is bronsgieten uit de bronstijd. We hebben nu twee vrijwilligers die zijn dat aan het voorbereiden. Dat ging er natuurlijk heel anders aan toe dan nu, maar een aantal dingen zijn precies hetzelfde. En het leuke is dat je daar die verschillen en die overeenkomsten kan laten zien. Tegelijkertijd zie je dat er weer aandacht is voor het ambacht. Wel een 21ste eeuws jasje. Maar ook daar zie ik mogelijkheden waarin wij kennis en kunde van oude ambachten ook in kunnen brengen die nu relevant zijn. Om een voorbeeld te noemen, moderne gereedschappen die zijn vaak zo sterk, mechanisch, die kunnen af en toe ook tegen het materiaal ingaan. Als je hout niet goed genoeg gedroogd is, dan kun je toch doorzagen of kun je er toch in boren. Maar als je nieuwe ambachtslieden wil opleiden voor de 21ste eeuw, dan wil je dat ze die gereedschappen en nieuwe technieken snappen, maar ook gevoel hebben voor dat materiaal. En juist oude
ambachtse wijze nodigen daar enorm toe uit. Omdat gereedschappen van vroeger vooral tot een recht kwamen als je met het materiaal werkte in plaats van tegen. En ik denk dat we daar hele mooie kruisbestuivingen kunnen krijgen. Doordat je kennis en kunde van vroeger ook nu relevant kan maken. En een deel zal niet helemaal toepasbaar zijn, maar geeft wel een bredere inbedding voor mensen die een nieuw ambachtsberoep aan het leren zijn, waardoor hun ervaring en ook begrip van hun vak groter wordt. En zeker met een materiaal als hout, maar ook metaal, is denk ik juist een stukje historie meegeven, is ook nu interessant. We hebben hier bijvoorbeeld hele verschillende manieren van houtbewerking. Vers gekapt populiere hout wordt voor hele andere doeleinden gebruikt dan eikenhout wat 2 jaar moet drogen. Eikenhout wat hier droogt, droogt buiten. Dan zou je denken, ja, maar hout moet droog liggen. Ja, dat is voor populiere hout misschien zo, maar eikenhout moet juist uitharden in de zon. En hangt het vervolgens weer af, waar gebruik je het voor? Zijn dat nou dingen die u ook hier geleerd heeft? Of, nee. Dat wist u al? Dat wist ik al. Oké. Okay. Ja. En dat komt omdat mijn broertje een houten meubileringsopleiding voor een deel heeft gedaan. En ik heb zelf, dat is ook misschien wel grappig, naast mijn museumwerk in het verleden ook een agrarische opleiding gevolgd, op biologisch boer. Dat heb ik parttime gedaan. Ja. Ik heb vorig jaar ook nog varkens gehouden in Utrecht, 14. Ja, want dat is wel aardig, want ik zag ook dat u in Utrecht ook samen met een compagnon een stadsboerderij had of heeft. Ja, had. Dat bleek toch niet combineerbaar met deze baan hier. Dan zou ik wel heel vroeg op moeten. Maar ik heb een biologische boerenopleiding gevolgd. En op een gegeven moment kwam ik iemand tegen. We hadden het idee dat het heel interessant zou zijn voor stedelingen om vleesproductie weer dichterbij te brengen. Die behoefte bestaat heel erg. En we zijn naar de gemeente gegaan en gezegd, jullie hebben allerlei braakliggende terreinen liggen. Die worden door de crisis toch niet ontwikkeld. Mogen wij daar vee op zetten? We hadden overigens geen boerderij, maar wel weilanden. Dus ik had 14 zeldzame Mangalitsa varkens tegenover de IKEA aan de andere kant van de snelweg staan. En dat was iedere ochtend vroeg op, die dieren voeren, naar huis, douchen, in het pak en dan naar de musea. Nou, ik kan je voorstellen dat dat toch een beetje onhoudbaar werd met de trein. Leuk is, het is wel dat wij hier ook dieren hebben. En we hadden eigenlijk in het begin van het seizoen een probleem om goede varkens te vinden. Toen heb ik mijn oude stageboer uit Oorschot gebeld. Oh, ik dacht u... varkens uit Utrecht verkocht aan het museum hier? Nee, die zijn wel verkocht, alleen in worstvorm. Want dat was het doel van het project. Dat we ze dus helemaal van big tot ham zouden produceren. En dat vlees is dus ook verkocht aan stedelingen. Ja. En ook dit jaar wil ik met de varkens die we hier op het park hebben, dat geldt ook voor de lammeren en het schaap, ook kijken of wij daar een verbinding mee aan kunnen gaan. En dat kan betekenen dat ik een bijzondere horecapartner uit het Eindhovense vind. Dus mochten er nog partijen zijn die dat leuk vinden, nou, laat het even weten. Of we kunnen er hier met een speciaal culinair festival iets mee. Maar ik vind het heel belangrijk om aan te sluiten, ook op die voedseldiscussie. En mensen hebben heel veel behoefte om te weten en te zien en te ervaren waar hun voedsel vandaan komt. We werken hier met oude rassen en die geven ook een ander soort smaakbeleving. Nou, dat zijn dingen die ik wel inbreng in het museum. Ik vind ze zelf leuk, maar ik merk ook dat het publiek dat ook ontzettend interessant vindt. Ja, dat raakt wel aan een hele discussie. Eindhoven heeft natuurlijk eigenlijk in zijn hele geschiedenis is het een klein dorpje geweest. Klopt. En alleen in die laatste 100 jaar is het opeens een grote stad geworden. Ja. Doet u daar voldoende mee in het museum? Kunt u daar wat mee? Of is dat puur de tegenstelling tussen die twee collecties? Even kijken. Want de collectie van het Kemperland Museum gaat natuurlijk wel helemaal over de tijd dat Eindhoven een grote stad werd. Klopt. Terwijl wat we hier zien is natuurlijk een dorpsmuseum. Ja, ja. Nou, wij kunnen dus beide verhalen vertellen. Eigenlijk het verhaal van al die eeuwen voordat Eindhoven een stad werd. En het was hier gewoon het waren arme zandgronden. Het was niet makkelijk hier. Dat heeft ook een bepaald soort landbouw tot gevolg gehad. Het is ook logisch dat we hier vooral het gewone leven laten zien. Dus we hebben een Romeinse boerderij, maar geen Romeins badhuis. Die had je hier bijna niet. Er waren hier gewoon veeboeren. En echt de grote villa's en dat soort plekken zaten toch vaak op andere plekken. Dus ook het verschil tussen de ijzertijd voor en na de Romeinen was voor veel bewoners hier uit de streek wel verschillend in die zin dat er nieuwe producten kwamen, nieuwe handelstromen. Het leidde er niet toe dat iedereen in één keer in een Romeinse villa met vloerverwarming ging wonen. Als je ook op het park loopt, is het verschil tussen beide boerderijen wel zichtbaar, maar ook niet gigantisch groot. En Eindhoven als stad is,
ja, is geen heel oud, oud iets. De stad bestaat al heel lang, hè. Heeft al heel lang stadsrechten, voor Amsterdam zelfs. Maar was vrij beperkt van omvang. En had vooral de functie omdat het op een strategische plek lag tussen handelswegen. Maar het was geen stad in de betekenis van een stad als Utrecht of Leiden of Antwerpen. En voor veel mensen die hier wonen gold gewoon dat je een arme zandgronden had waar veehouderij mogelijk was. Maar vrij schrale oogsten. En dat verhaal kunnen we hier heel mooi vertellen. En juist die radicale omschakeling daartussen, ja, die zie je denk ik ook wel in onze twee collecties. En de Kemperland collecties heeft dus ook hele andere elementen. Overigens hebben wij daar ook wel heel veel kunstwerken, landschapsschilderijen in, die nog die arme Kempische cultuur laten zien. Want toen Eindhoven een moderne industriestad had, had je hier natuurlijk een hele hoop arme keuterboertjes en wevers in de omgeving wonen, die naar die stad trokken. En dat deden ze niet voor niks, omdat ze onvoldoende broodwinning hadden op hun boerderijtjes. En in die zin is de grond waar we op zitten, en misschien ook de mentaliteit die Eindhoven heeft als stad, komt ook wel voort uit hoe hier geboerd is. Je had weinig, je moest met elkaar samenwerken. En ook een beetje een soort van, we regelen het wel en we vinden wel een oplossingscultuur. En die cultuur heeft wel zijn doorwerking tot op de dag van vandaag. En die heeft ook twee kanten. Die heeft een hele toegankelijke manier van met elkaar omgaan en dingen oppakken tot gevolg. Die heel productief kan zijn. Er zit ook een andere kant aan, denk ik. En dat is de kant waar we in Brabant ook mee te maken hebben. En die zit veel meer in. Van oudsher zijn we natuurlijk ook een provincie waar veel gesmokkeld werd. En waar we ons aan het gezag onttrokken. Nou, die thema's spelen nu ook in Brabant en ook in Eindhoven en omgeving. En dat is de keerzijde van diezelfde mentaliteit. Die heeft twee kanten. Dat is op zich wel interessant hoe u daar meteen even in een paar minuten tijd historische verbanden trekt. Ik vroeg me tot slot nog af, want u heeft eigenlijk wel de hand uitgestoken naar de stad. Ja. Door meer te gaan doen met technologie en design en kennis. Wat verwacht u eigenlijk van de stad voor het museum? Waar ik heel erg op zit te wachten, zijn partijen die met een frisse, andere manier naar onze erfgoedpark en collectie kijken en met ons willen werken aan hoe kun je dat verhaal op nieuwe manieren gaan vertellen en presenteren. En ook hun specifieke kennis en expertise inbrengen. En ik denk dat op dat raakvlak heel veel kruisbestuiving kan ontstaan. Dat zit hem voor een deel natuurlijk ook op marketing en PR. Zichtbaarder worden je meer verbinden, maar dat zit hem ook op hele slimme samenwerking. Ik zou bijvoorbeeld veel meer willen samenwerken met de Eindhovense scholen. Een van de dingen die ik zie, die ik graag nog beter wil maken, zijn onze educatieve programma's. Wij ontvangen heel veel scholen. Tegelijkertijd zie je de afgelopen jaren scholen steeds serieuzer naar cultuur- en erfgoededucatie kijken. Ja, dus de afdeling leuk schoolreisje wordt minder. Nou, als wij onze programma's veel meer willen aansluiten op die inhoudelijke wensen van de scholen, is het voor ons ook heel erg belangrijk dat we weten wat er bij hun speelt. Welke leerdoelen, thema's ze belangrijk vinden. Nou, dat kan ik zelf gaan invullen hier achter de tekentafel, maar ik doe het veel liever samen met die partijen. Nou, dat is iets wat ik heel erg fijn zou vinden als we bijvoorbeeld met die partijen zouden kunnen samenwerken. Dat zijn mooie ambities. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld de komende tijd nog meer van horen. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken naar Spotlight. Volgende week dan zijn we natuurlijk weer op zaterdagavond en zondag overdag. En dan praat ik opnieuw met burgemeester Van Gijzel. Heel graag tot dan.